Erik, jij bent de adviseur van Staatsbosbeheer in Gelderland, de provincie Gelderland. Hè? Wat is de betrokkenheid van Staatsbosbeheer bij het project van de Wisent? Vooral het beschikbaar stellen van een groot stuk terrein, bijna 400 hectare, in de buurt van Gerritsfles op de Midden-Veluwe. En daar maatregelen nemen om het geschikt te maken voor de komst van de Wisent. We hebben bijvoorbeeld een raster omheen gezet en we hebben drinkvenen moeten graven. En waarom juist dat gebied? Hoe wordt zoiets uitgezocht? We hebben gekeken naar het gebruik van het gebied. Omdat we zeggen, met de Wisent hebben we op de Veluwe nog geen ervaring. Willen we ergens op een manier, op een plek waar er verder weinig andere gebruikers zijn, willen we die dieren mee starten. En dat was juist ook het gebied daar bij Gerritsfles, voor een deel ISK, veiligheidszone. Niet toegankelijk voor het publiek het grootste deel. En dat was ook een van de randvoorwaarden. In de beginfase willen we echt alles kunnen overzien. En ook zo min mogelijk met recreanten te maken hebben daar. Zijn er nu al een aantal weken? Hoe gaat het nu met ze? Het gaat goed met ze. Ja, we zijn buitengewoon opgetogen zoals ze het ook eigenlijk toch gewend zijn in het gebied. Ze kwamen uit Duitsland, hè, in wat andere omstandigheden dan hier. En ze hebben zich goed aangepast, gebruiken het hele terrein, hebben het water ook direct al kunnen vinden. Dus het gaat voorspoedig. En binnenkort ze zijn we in een soort startgebiedje van een hectare of 15. Gaan ze naar buiten en dan kunnen ze het totale gebied van 400 hectare benutten. En Erik, waarom is het juist de Wisent geworden? Het is juist de Wisent geworden omdat dat een echt wild dier is. En we willen op de Midden-Veluwe willen we toch wat meer ruimte geven voor natuurlijke processen in de natuur. Daar lopen edelherten, lopen varkens, lopen vossen en allerlei andere soorten die gewoon bij de Veluwe horen van nature al. De Wisent is een echt wild dier die ook een wat ander effect zal hebben dan de traditionele grazen die we al kennen. Ze zullen wat gaan schillen, ze zullen wat meer vreten denken we van bomen dan bijvoorbeeld een edelhert doet. En de keuze is bewust gekozen, in ieder geval geen landbouwhuisdieren zoals Schotse hooglanders hier neer te zetten. Want dat is echt toch ja, een dier zeg maar, uit het boerenbedrijf. We wilden een wild dier en dat is de Wisent. Ze eten gras, dat zie je ook. Ze zijn ook begonnen op een gebiedje waar een oud weilandje in ligt, een agrarisch landbouwperceeltje. Daar staan ze graag op, maar ze eten ook van struiken. Ze eten ook, wat ik al zei, van de bast van bomen schillen ze, vooral in de winter als er wat minder aanbod is van gras natuurlijk. Maar ze zijn wel echte vegetariërs. En hoe gaat dat in de winter? Moeten ze dan ook nog bijgevoerd worden? Dat weten we niet, maar we hebben gezegd, we vinden het dierenwelzijn heel belangrijk. En we gaan geen proef doen wanneer ze honger krijgen. Dus we zorgen dat er altijd voldoende voedsel is. Ja, er is ook hooi, er staat een container in de buurt daar. En er ligt een voorraad hooi. En als het nodig mocht zijn, dan kunnen we gelijk bijspringen.